Eagles en winnen. Dat is voor Flemings en zijn ploeg geen gelukkige combinatie. Lukt het dan misschien in het duel tegen Almere City? Dit is een goede mogelijkheid voor Hendricks. En die schat zijn kans op waarde. En na 26 minuten zorgt Sam Hendricks voor een 1-0 voorsprong in het duel met Almere. Aan de andere kant, Valpoort heeft die bal breed gelegd. Brands van afstand. Een toch wel moeizame redding voor Stevens. Het leidt tot een hoekschop. We zitten inmiddels in de slotfase van de eerste helft. En Almere City krijgt die hoekschop te nemen vanaf de linkerkant. De bal draait in. En die belandt op het hoofd van diezelfde Brands. En die zorgt een minuut of zes voor rust voor 1-1. Nog steeds de eerste helft. Inmiddels zitten we 2 minuten voor rust. Dit is Suk die de bal oppikt. Almere City wordt teruggedrukt. Suk driftig op zoek naar een gaatje. Een aantal mensen van Coed Eagles heeft inmiddels al positie gekozen. Een ervan is Hendricks. En die zorgt in de slotfase van de eerste helft opnieuw voor een voorsprong voor Eagles. Zijn tweede van de avond. En ook de tweede voor zijn ploeg. Hendricks samen met Werkhoven, die een basisdebuut heeft vanavond bij Eagles. De tweemansaanval in een 4-4-2 bezetting. De ruststand 2-1. We zitten inmiddels in de slotfase van de wedstrijd. Nou, om precies te zijn in het laatste kwartier. En Eagles is op zoek naar de definitieve beslissing. Die kan er komen via Langendijk, maar dat wordt voorkomen door...